In een krot hier heel ver vandaan leefde Ambiorix, de jongen die ooit de leider des Eburonen zou worden en een leger van Caesar zou verslaan. Wat een lelijke baby! En dan moet je stamhoofd worden! Ja, daagse, hè! Nog langer geleden, in een nog lelijker krot, hier nog verder vandaan, gebeurde een nog belangrijker moment in de geschiedenis. Namelijk de geboorte van Caesar. De man die ooit de machtigste heerser van heel de aarde zou worden en het grootste grondgebied van heel de wereld zou bezitten. Wat een mooie baby! Ik denk dat hij een goed keizer zou worden! En een goed veroveraar. Dat is ook belangrijk. Keizer is veel belangrijker, Toet. En waarom dan? Omdat hij dan heel machtig is. Ja. Zonder dat hij een goede veroveraar is, kan hij helemaal geen keizer zijn, als je nadenkt. Ja, lekker boeien. Kom hoor. Ja, lekker. Hij is met een leeg, gaat hij zetten, af. Waarom? Ik moet toch niet buiten gaan spelen? En ik word later de toekomstige stamhoofd. Dus ik moet mijn kracht sparen. Ga buiten spelen, we krijgen je map! Oké, rustig. Laat maar. Wajo, wat zijn jullie aan het doen? Trainen voor een gevecht. Heftig. Ja, maar alleen zo kan je het leren. Mag ik meedoen? Tuurlijk. We zullen de basistechniek even leren. Zo trek je iemand zijn ballen. Oké. Kijk, daar heb je veel aan, maar je kan er niet mee doden. Dus als je dat hebt gedaan, je hebt er heel veel pijn en kan je hem de kop inslagen, zo. Koers, blijf je bijl steken. Wow, nice. Cool, het blijven steken kan moeilijk zijn. Dat wow. Wow, cool. Ja, maar ik heb er kellen over moeten trainen. Nice technieken, bro. Kun je mij die ook leren? Jazeker, jongen. Yo, Birre! Hey, what's up? Ben je aan het vloggen? Tuurlijk. En weet je waar ons het stamhoofd uithangt? Ja, ik denk dat het daar ergens is. Ik zal eens meegaan. Oké, we gaan eens zoeken. Ik zal eens meegaan. What the fuck? Rustig. Hier. Oei, ik heb geen wc-papier. Caesar, let's! Nee, niet al. Oh, niet meer. Frankenstein is saai. Listen op. Kom aan, een beetje sneller. Frankenstein wacht. Kom aan, Alex. Niks van, weg jij! Oké, joe. Ga niet, de stomme hond! Hier komen zitten! En wat minder praat! Wat wil je vandaag graag leren? Ik weet alles al. Ja, denk je dat? Hoe gaat je raak dan je stand houden? Legertje hier, legertje daar. En van waar gaat je geld halen? En de manschappen? En hoe gaat je die trainen? Met welk geld? Mag ik het u leren? Misschien. Als het niet saai is. Oké. Dus je begint met overal inderdaad legers te plaatsen. Ja. En dan kan je...
Snap je het nu? Ja, ik snap het. Oké, okay, wat moet je dus doen? Dus je zet een leger daar en dan ga je hier een kamp daarachter zitten, zodat die daar kunnen trainen, blijven goed staan. En dan doe je daar hetzelfde. Ja, dat klopt. En dan, waar ga je het geld halen? Bij die mensen uit Belgica, zo, de, al die kolonies. En waarom die daar en die andere? Dat is schoon, hè? Flinke jongen. Behandel mij niet als een ontslag, hè? Ik ben weg. Ambiorix, nu aan tafel komen! Spruitjes. Van spruitjes worden jij sterk en dan kun je heel goed gebruiken. Oké, dan ben ik eens eindelijk van mijn leeftijdsgenootjes. Maak je maar klaar tot de dood. Oh nee, hij gaat ons vermoorden! Kan hij niet. Oh ja, dat is ook waar. Harder. Zal ik het in Chinees zeggen? Ching-bong, ying-yong. Wee. Steek. Maar yes, moordenaar! Stoppen! Stoppen! Maar ik ga er nu weer maar doen! Ontslagen! Oké. Okay. Ik zeg stoppen! Ja, maar ik ben ontslagen. Dubbel ontslagen! Ja. En nu mag je zijn triple door. Zoon! Zoon! Zij zijn het dikke snel, graag! Ja, kom maar. Zit u. Wat? Ik zeg maar. Je krijgt van mij dus een mantel van volwassenheid. Slaaf, mantel van volwassenheid! En trouwens, ik had ook een droom. En die droom is... En die droom is iets heel leuk. Maar dat is te lang om uit te leggen nu. Ja, oké, okay, vertel het me straks dan maar. En zeg dat ik wel een beetje sneller, hè? Ontslagen! En waarom stond jij op mijn trampoline? Twee keer ontslagen. En er zitten allemaal kreukjes in. Drie keer ontslagen. En waarom heb je mijn nagellak gebruikt? Ik heb dat wel 100 euro voor betaald, hè? Ontslagen. En natuurlijk nog eens 100 euro dokken. En nog van dat kreuken, dat is toch niet mijn fout? Tegenspreken, 5 keer ontslagen. Zou maar weg zijn voordat je 6 keer bent ontslagen. Je staat te lang op onze tent. 6 keer ontslagen. In de gevangenis. En nu dat je toch de mantel van volwassenheid, ga even een droom zoeken in je leven. Okay. En van mij heb ik een paar keer in de medemolen. En trouwens, ga naar het leger. Ja. Doei! Tijdens een carrière in het leger ontving Caesar heel veel titels. Zo een van de belangrijkste titels door het redden van een soldaat. Oh, rustig man. Bedankt, heer Caesar. Maar je bent zo slecht ontslagen. Je zou één niet goed in het leger zijn. Maar zijn leven is al bespaard. Ah. Mannen, als ik op mijn teken ga aanvallen.
on top, wat mag dat dan zijn? We hebben bericht gekregen van een legioen bij Ameorix. Ja, en? Vertel wel weer. Vaatblazen. Oké, ik ben klaar. Je hebt ook tijd. Ja, ik moest wel helemaal van mijn kantoor tot hier. Dat is 20 meter, hè? Weet je nu hoe ver dat is? Heel ver. Oké, dus het bericht luidt. Wacht, hè. Allee, wat was die pincode nu weer? Ja, oké, ik heb het. Oké, dus we zijn verslagen door Ameorix en leger. Alle mannen zijn afgeslacht. We beginnen verder nieuws, maar wel topbeelden van Ameorix. Kom, jij dat niet helemaal vertellen? Ja, hé, jij weet niet hoe een strontwiefje dat we hier hebben, zeker? Ja, dat is ontslagen. Weg, wat? In de levertje. Ja, dat zegt u nu omdat je het stom vindt dat we verslagen zijn. Ik zal u wel opvrolijken met deze beelden. Van Ameorix. Ja, ik zal al vertrekken met mijn hoofd. Mag ik nu nog blijven? Nee. Gewoon een kopje koffie drinken ze. Wat een losers. Noem je wel een klein leger, hè? Ja, sukkels. Aanvallen! Zijn de visjes gebakken? Ah, oké, okay, ja. Ja, ik kom naar huis. Ik kom binnen 20 minuutjes. Ja, salut. Tot ziens. Dag. Rachel, tot ziens, hè. Joep. Even de rij over en dan kan ik lekker een visje zetten. Naar de Senaat. Jawel, ik moet je, want het is heel belangrijk. Je bent zo koppig, maar als je echt wilt, doe maar, oké? Okay? Ik ga lekker tv kijken. Oké, of mijn stoot is niet voor niets. Ik kan het niet. Nu! Ah! Oh, fuck! Haha, we hebben hem vermoord. Op die dag overleed Caesar aan 43 steekwonden. Sorry, 44. Scène 1, take 11. Action! Lang, lang geleden, in een krot hier heel ver vandaan, leefde Ameorix. De jongen die ooit de leider des Eburonen zou worden en een leger van Caesar zou verslaan. Twee, take, drie. Action! Lang, nee. Jongen. Heb jij nog wel geleerd? Opnieuw! Silas, handen uit terwijl! Scène! Want jij sloeg die palen kool op. Scène 3, take 4. Action! Lang. Heel lang. Oh, wat zijn jullie aan het doen?
en we trainen voor een gevecht. Wat heftig, maar ik ben zo slecht ontslagen. Er zijn één die goed in het leger zijn. Maar ze leven niet al bespaard.